In de vergaderzaal van het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen de installatie plaatsgehad van de commissie van Stichting Beheer en Exploitatie Penitentiaire Strafinrichtingen. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos gaf aan dat het beleid erop gericht is de penitentiaire strafinrichtingen te verzelfstandigen. Volgens haar is het ministerie vanaf januari bezig met dit traject. En we hebben de facto ze losgelaten, eigenlijk om het zo te zeggen. Er is een managementteam ook geïnstalleerd. En in overleg met het OM is alles gebeurd. De vertegenwoordiger van de PG zit hier. Het Openbaar Ministerie is namelijk de executeur van strafvonnissen. En in de inrichting vindt de executie plaats van strafvonnissen. Dus vandaar dat de OM ook een dikke vinger in de pap heeft gehad. Bij het opstellen van de statuten ook, want je moet voorkomen dat je een tweede penitentiaire inrichting krijgt met je statuten. Dus het moet helder zijn waarvoor die stichting is opgericht. Die stichting is opgericht voor het beheren exploitatie. Het is een instrument van het ministerie van Justitie en Politie om de controle uit te oefenen op de manier hoe de directeuren van de inrichtingen hun inrichting exploiteren en beheren. Het huis van bewaring is niet in dit traject opgenomen omdat de geaardheid van dit huis het niet toelaat. Mensen die daar zijn ingesloten zijn namelijk nog geen gedetineerden omdat sommigen op een hoger beroepsvonnis wachten. Het stichtingsbestuur zou voorgezeten worden door de waarnemend directeur van Juspol, Humphrey Chilipsi. Minister van Dijk-Silos was blij dat er ook een vertegenwoordiger van de bond aanwezig was om eventueel ook zitting te nemen in het bestuur. We hebben hier ook zitting, een vertegenwoordiger van de bond van penitentiaire ambtenaren. Als lid, dat is de heer Breinburg. Ik moet zeggen dat ik uiteindelijk blij ben dat die bond heeft willen participeren. En ik ga het in de pers gooien, meneer Breinburg. Ik ben er niet mee eens dat ik jullie gedwongen heb om lid te nemen in dit bestuur. Het was een verzoek. En ik heb een brief gekregen dat ze dwangmatig in het bestuur zitten. Dus als jullie daar geen prijs op stellen, mag u ook bedanken. Ik heb dit gedaan omdat ik altijd zeg, is mijn visie, dat elke bond die ik heb op Juspol is mijn partner in het werk met de stakeholders. En uit dat opzicht, vanuit die visie gezien, heb ik de bond gevraagd om in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd te willen zijn. Maar het doet natuurlijk pijn, want jullie zullen wel antwoord krijgen, want anders ben je de brief zo in me aanhalen, dat mij wordt verweten dat het dwangmatig is geweest. Dat moet me wel even van het hart. Desalniettemin denk ik dat we met deze stichting een hele belangrijke mijlpaal hebben bereikt dat helemaal voldoet aan de internationale ontwikkelingen met betrekking tot het beleid van penitentiaire inrichtingen. De Juspol-minister wees er verder op dat overal in de wereld penitentiaire inrichtingen zelfstandig zijn. Ze hoopt ook dat met deze stichting de onderdirecteur DZ in de toekomst meer aandacht zal besteden aan de reïntegratie van de gedetineerden in de samenleving. Daarmee kan voorkomen worden dat er veel recidivisten, oftewel veel plegers in de gevangenissen zijn.